Welkom bij een nieuwe aflevering van Brasa Talk, waarin vandaag ook weer een heel bijzondere gast. Hij mocht ontvangen de Brasa Business Award 2017, dus niet de eerste beste. Ik stel u voor aan Ralf Mamadeus. Hij is innovatie-entrepreneur. Nou, wat houdt dat in? Innovatie is duidelijk, ondernemen ook. Overigens gefeliciteerd met het in ontvangst nemen van de Brasa Business Award 2017. Wie is Ralf Mamadeus? Ja, nou, dankjewel in ieder geval dat ik die prijs heb mogen winnen. Ik ben er zeer vereerd mee, absoluut. Wie is Ralf Mamadeus? Ralf is als mens een warm persoon waar liefde een belangrijk onderdeel van is. En als professional ben ik een ondernemer die zich begeeft op het terrein van project real estate ontwikkeling. Ja, je hebt sinds kort in Amsterdam-West een complex weten te realiseren, waarbij wonen, werken, leven bij elkaar komen. En dat is voor jongeren tot 30 jaar een speciale groep jongeren. Waarom en wat gebeurt er precies in dat complex? Changes. Ja, het is inderdaad een complex onder de noemer Changes, zo heet onze organisatie. En het is voor werkende jongeren met een opleiding van tot mbo-niveau. En dat is eigenlijk ontstaan in 2012, waarin ik geconfronteerd werd met deze doelgroep. Hè, dus de werkende jongeren die wat lager tot mbo is opgeleid. En ik daar onder lijf onderving en bij monden van deze groep hoorde welke hinders ze ondervonden van het niet hebben van passende habitat. Hoe dat zich weerspiegelde tot hun professionele ontwikkeling, carrière, maar ook tot hun individuele persoonlijke ontwikkeling. Over welke jongeren hebben we het? We hebben het over de werkende mbo'ers, dus eigenlijk de groep die kan beschouwen als tegenhanger van de studenten. Hè. De student, ja, daar wordt heel veel voor gebouwd en gedaan. En dat is goed en dat moet ook vooral zo blijven. Maar je hebt hier een groep die niet heeft gestudeerd om welke reden dan ook, of het niet willen of andere invulling daaraan geven. Maar die tellen wat mij betreft net zo mee. En wat je hebt gezien in de afgelopen 40 tot 50 jaar is deze groep achtergesteld gebleven. In ieder geval zeker in de zin om daar passende habitat voor te ontwikkelen. Dan heb je het over jongeren op mbo niveau, maar wel werken. De werkende jongeren op mbo niveau, daar heb ik het inderdaad over. Of zelfs de werkende jongeren zonder opleiding. Maar die omwille van hun baan een hele goede positieve bijdrage geven aan onze maatschappij. En die groep is vele malen groter dan de groep studerende studenten. En een stad heeft ze nodig. Ook Amsterdam, waar je nu actief bent, want in de toekomst zijn de plannen om ook in andere steden wooncomplexen neer te zetten. Waar moeten die jongeren aan voldoen om in aanmerking te komen in het complex van Changes te mogen wonen? Ja, inderdaad, de stad heeft ze nodig, maar ik denk zelfs toch dat het land ze nodig heeft. Nogmaals, deze groep die vertegenwoordigt een grotere groep bij elkaar, wat later toch onze middenstand en middensector gaat bepalen. Dat is eigenlijk gewoon onze economische motor. Als deze groep laat afweten, dan betekent dat dat je kunt spreken over een lost generation. En daar gaan wij als maatschappij, gaan we daar de hinder of het ongemak van ondervinden. Waar moeten ze aan voldoen? Eigenlijk niet zozeer aan heel veel eisen. Ze moeten werkend zijn, dus ze moeten een baan hebben. Of heel snel kunnen aantonen dat ze een baan hebben. Maar op het moment dat zij een woning willen betrekken, moeten ze in ieder geval een baan hebben. Dus dat is een van de harde criteria eisen. Een tweede aspect is, dan moet de baan moet voldoen aan inkomen kunnen genereren. Dus daar is een inkomenseis aan verbonden. Maar dat zijn feitelijk de twee harde criteria eisen. Wat voor ons van belang is, of eigenlijk moet ik zeggen wat voor ons van groter belang is, is dat ze in de community passen. Want onze concepten zijn feitelijk niet zozeer gebaseerd om alleen het verschaffen van habitat te faciliteren. Dus meer dan een woning. Het is veel meer dan een woning. Ja. Ja, en daarom moeten ze ook komen solliciteren op hun woning. Ja, want het is meer dan een woning. Het is een complex waar die jongeren wonen, werken, leven, leren. Ja. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Nou, toen ik dit begon, en dat was in 2012, toen ik eigenlijk
voor het eerst geconfronteerd werd met deze uitdaging, problematiek, hè, van de werkende jongeren die zichzelf, die geen habitat hadden, die niet konden wonen. En misschien twee voorbeelden die ik mag geven, hoe zich dat uitte. Ik deed een reorganisatie van een bedrijf waar heel veel jongeren werkten in de branches, bouwtechniek, logistiek en industrie. En ik zag dat die jongeren een hoger ongewenst verloop hadden en een hoger ziekteverzuim. Ik ben met ze in gesprek gegaan en ik heb gewoon een tweetal vragen gesteld, meer vragen, maar twee die toch wel belangrijk zijn om te illustreren. Ik vroeg aan meneer Jan, Kees of Hassan, hoe komt het dat je voor de derde keer je bouwschoenen bent vergeten? En Truus, ik zie dat je vier keer deze twee maanden naar de tandarts bent gegaan. Deze vragen heb ik ook daadwerkelijk gesteld. Ter illustratie nogmaals. En de antwoorden die daarop gegeven werden, waren altijd wooncomponent gerelateerd. Met andere woorden, men zei, in het geval van de bouwschoenen, meneer Mamadeus, ik ben die bouwschoenen niet echt vergeten, maar ik woon bij mijn neef. En ik heb ruzie, ik kan er niet in. En Truus zei tegen mij, ja, die tandarts, dat is niet helemaal waar. Ik ga ook maar twee keer per jaar. Maar nu ik die baan heb, ga ik me nu bezighouden met de invulling van de rest van mijn primaire levensbehoeften. Lees, waar ga ik wonen? Hoe kom ik aan sleutelgeld? Welk traject moet ik bewandelen? Etcetera, etcetera. Nou, dat leidde onder meer tot toch wel het scheef lopen van hun carrière mogelijkheden. Want als je geen vast woonadres hebt, ja, dan is dat toch een zekere mate van onrust in je leven. Ja. Nou, daar werd ik met die groep geconfronteerd. En dat viel precies samen op het moment dat ik dacht, ja, na zo'n carrière gehad hebben van reorganisatiemanager op verschillende fronten, wilde ik iets terug doen voor de maatschappij. En toen ik deze groep ontmoette, dacht ik, dit is nu een groep waar ik mijn hart voor wil maken. Mm-hmm. Omdat die eigenlijk zelf intrinsiek gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Ze zijn heel goed bezig met hun eigen toekomst. Ze hebben per slotverrekening een baan of zijn daar druk mee bezig. Dus ik hoef ze al niet meer te motiveren. Het enige wat we hoeven te doen, is een steuntje in de rug. In de zin van, ze moeten passende woningen krijgen. Nou, nu had ik natuurlijk nog nooit daarvoor een woning ontwikkeld. Sterker nog, ik zal niet zeggen dat ik twee linkerhanden heb. Maar een spijker in de muur kost me al enige moeite. Ja. Dus laat staan, het kunnen bouwen van een woning. Dat is niet mijn stijl. Maar toch vond ik dat moest doen. En toen heb ik nagedacht over het feit, hoe ga je dat dan doen? En wat betekent dat dan, het hebben van een woning? Maar dat doe je dan in een periode als je zegt, in 2012 vat je dit idee om te komen tot wat nu het Changes concept is. Dat is midden in de crisis geweest. Dat klopt, ja. Ja. Het was midden in de crisis in de zin van, in financiële zin waren er geen banken die iets wilden supporten. Ja, dat was heel moeilijk. Andere investeerders lieten het ook afhaken. Het verhaal van de corporaties is bekend. Dus ja, dat was wel een uitdaging om juist in die tijd te starten. Aan de andere kant, als je echt een omslag wil maken, als je echt wil changen, als je echt iets anders wil, is er misschien wel geen betere tijd om dan in een crisis te starten. Dus ik heb dat met beide handen aangegrepen midden in die crisis. Ondanks het feit dat het bijna onmogelijk leek. Met beide linkerhanden aangegrepen. Met beide linkerhanden. En die niet vermorst. En als ondernemer kom je met zo'n concept wat meer is dan alleen wonen, een woning hebben. Maar dat wat meer voldoet aan de behoeften van die jongeren waar je het over hebt. Wonen, werken, leven. En leren. Ja. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Nou, inderdaad. Hè, dus het maken van die woningen, daar hebben we ons niet beperkt tot alleen maar het fabriceren en ontwikkelen van een woning. Maar we hebben gezegd, nee, dat de woning moet eigenlijk opgaan in een concept wat aan een hoger doel bijdraagt. En dat hogere doel hebben wij genoemd toekomstperspectief. Okay. Dat concept wat we daaronder hebben ontwikkeld heet inderdaad werken, wonen, leren, leven. Waarbij we hebben gezegd dat werk meer is dan inkomen genereren alleen. Het is structuur in je leven, het is maatschappelijk aanzien. Het is het hebben en ontwikkelen van sociale contacten. Nou, wonen is evident, hè? Dat is het rustpunt in je leven. Op het moment dat je een rustige thuisbasis hebt, kan je alle andere zaken makkelijker ontwikkelen, ook werk. En leren en leven hebben wij gedefinieerd als zijn niet het cognitief verwerven van kennis, maar leren van het leven zelf. Op het moment dat je namelijk op eigen benen gaat staan, ja, dan leer je feitelijk wat de maatschappij van jou verwacht. Dan leer je feitelijk wat goed burgerschap is. Dat je je belasting moet invullen en inleveren. Dat je verzekerd moet zijn en vele dingen meer.
Hoe krijgt dat vorm dan in zo'n complex? Jullie hebben er één gerealiseerd, het Changes complex in Amsterdam-West. Een van de eerste in een reeks van 70. Want de ambitie is om in meerdere steden, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa dat uit te rollen. Hoe krijgt dat vorm? Ja, nou, om het even correct te zeggen, in Nederland willen we 20 van dit soort gebouwen neerzetten. Ieder gebouw telt minimaal 500 appartementen, dus het zijn behoorlijke complexen waar we het over hebben. En ja, dat uitzicht in het effect dat we hebben gezegd dat we hier willen bouwen tegen de hoogste kwaliteit en de laagste prijs. Want op die manier dragen we bij aan toekomstperspectief. Hè? Want toekomstperspectief is veel makkelijker te bereiken als je financieel de ruimte hebt om ook te kunnen leven of te investeren. Daarom is het zaak om de huren, want het gaat hier om feitelijk het huurwoningen, om die huren zo laag mogelijk te krijgen. Maar de uitdaging is dan, als je zo laag mogelijk in de huur zit, om wel de hoogst mogelijke kwaliteit te krijgen. Mm. Nou, die combinatie die laat zich niet makkelijk vangen. Maar het is ons inderdaad wel gelukt om bijvoorbeeld de huren met €200 per maand terug te schroeven ten opzichte van datgene wat wij mogen vragen. En de kwaliteit, een kwaliteit laten zijn die ongekend is in Nederland. En we hebben het over per maand voor zo'n woning waar de jongeren in terechtkomen. In het nou, ons eerste gebouw in Nieuw-West, daar wordt een huur betaald van €533 startend. En ja, de andere gebouwen zijn evident, dus het zijn altijd sociale huren. En hoe komt dat die huur zo laag gehouden kan worden? Ja, het oogmerk van Change is de volgende. Toen ik startte wilde ik, wat ik zei, iets terug doen voor die maatschappij. Dus dan moet je natuurlijk wel gaan rekenen met rendementen. Hè? Want anders, je moet zorgen dat er onderaan de streep zwarte cijfers geschreven worden. Hè? Dat niet alleen dat voor je eigen bedrijf zo is, maar voor alle businesspartners die daarmee gelinkt zijn. Dus dat is belangrijk. Want anders verval je namelijk in garitas en dat vliegt maar één keer. En wij hebben toch als oogmerk om dat structureel te willen doen. Dus ook onze financiële modellen zijn positief. Maar als je dat dan uitgedokterd hebt, dan heb je altijd een keus in welke mate je het rendement wil gaan maken. We hebben gezegd, dat rendement voor onze investeerders maken wij wat we moeten maken. Al dat andere geven wij weer terug aan die maatschappij en beginnend bij die huurder. Dus op die manier geven we een stuk van ons eigen rendement terug aan die huurder en die merkt dat in die huurprijs. Zit het in de faciliteiten die er zijn in zo'n complex? De faciliteiten in het complex is een tweede punt. Hè? Want wat wij zeggen is eigenlijk, als je ziet hoe snel de wereld verandert en wat de eisen en wensen zijn, is dat een totaal andere wereld dan alweer 10 jaar geleden. Bijvoorbeeld de intrede van de smartphone heeft een evolutie veroorzaakt. Dat zie je ook eigenlijk bij de nieuwe generaties die veel meer van availability zijn. Hè? Dat het er is in plaats van bezit. Wij zijn nog van de generatie dat ons rijbewijs een papiertje was wat heel belangrijk voor ons was. Je ziet dat de jongeren een rijbewijs nu minder belangrijk vinden, maar wel mobiliteit belangrijk vinden. Dus dat ze veel meer van het delen zijn, sharing, carsharing en andere zaken. Dus met dat in je achterhoofd moet je ook goed gaan kijken hoe ga je functies in zo'n gebouw brengen voor deze groepen. Nou, een voorbeeld om te geven, wat wij doen. We hebben 42 diensten hebben wij ontwikkeld en al die diensten hebben wij gekenmerkt als goedkopere diensten dan de markt die leveren. Dus zij kunnen gebruik maken naar eigen inzicht en naar eigen wens om hun leven in te delen naar het gemak zoals ze die willen hebben of naar de ontzorgingsgraad zoals ze die willen hebben. Wat zijn die diensten? Nou, een van die diensten is bijvoorbeeld dat wij eigen internet provider zijn. Dus dat is het internet wat wij ze leveren tegen een 15 tot in sommige gevallen zelfs 50% goedkopere servers. Maar we hebben ook een e-dokter. We hebben ook een restaurant wat Eten bij Mama heet. Waarbij je als tegenhanger van fastfood of restauratief eten een homecooking maaltijd kunt nuttigen in een fantastische ambiance. Voor €8,50 helemaal uitgebreid gezond en al. We hebben zaken als collectieve verzekeringen, mobility diensten. Het is allemaal available. Het is allemaal beschikbaar, maar jij bepaalt in welke mate jij je leven indeelt in ontzorgingstechnische zin. Nou, die diensten zorgen er ook voor dat je ook nog eens per maand het €200 in koopkracht erop vooruit kunt gaan.
Dus dat is los van de 200 euro lagere huur. En op die manier bij elkaar heeft dat concept werken, wonen, leren, leven bijgedragen aan het hogere doel van toekomstperspectief. Ja. Je bent winnaar van de Brasa Business Award 2017. De Brasa manier van ondernemen die geleid heeft tot dat initiatief van Changes zoals je uiteengezet hebt en nu uitgerold wordt, is mogelijk geworden door een samenwerkingsverband en wel in heel moeilijke tijden. Je bent een innovatie-entrepreneur. Kun je me wat meer vertellen over die samenwerking, die verbinding die het mogelijk gemaakt heeft om de Changes concept te kunnen uitrollen? Ja, ik men dicht mij nu allerlei titels toe. Innovatie, entrepreneur en tegen die tijd, of destijds toen ik startte, zag ik mezelf nog helemaal niet zo. Wat ik wel wist, is dat ik niet op de oude manier verder kon. En dan kom je al snel zoekende naar een nieuwe manier die dan nog niet bestaat. En die nieuwe manier hebben wij gevonden. En in dat opzicht zijn we dan wel innovatief. Maar dat is altijd wat mij betreft een blijvend proces. We hebben het hier zo niet over technische innovatie alleen, want al onze gebouwen kenmerken zich door de hoogste technologische graad. Maar we hebben het hier zo over innovatie, hoe je feitelijk business doet. Hoe onze maatschappij eruit ziet in financieel-economische modellen. Daar is Change is uniek in. We hebben allianties weten te leggen en te slaan met het bedrijfsleven. En dat is het grotere bedrijfsleven. Ik kom daar ook vandaan. Dus die stap en die benadering daar naartoe was voor mij makkelijker te doen als denk ik voor een ander. En we hebben dat bedrijfsleven eigenlijk bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid, ook in sociaal-maatschappelijke zin. En bedrijven die hebben in de afgelopen decennia natuurlijk als doelstelling een heel kapitalistisch idee gehad. Hè, dat ze hun producten op de markt brachten om te kunnen consumeren. Met het achterliggende idee om de rendementen te vergroten. Nou, dat model heeft goed gewerkt, maar je ziet dat dat steeds minder goed werkt. En dat kwam tot uiting in die crisis, de financiële crisis, de economische crisis. Nou, vanuit dat gegeven heb ik ze benaderd. En toen heb ik ze gevraagd naar, hoe kijken jullie eigenlijk naar het sociale model? Het financieel-economisch model snappen we met elkaar. Hè? Daar zijn we in uitgeblonken. Ik ben ook zo iemand die daar deel van uitgemaakt heeft. Maar het sociale element, het sociaal-economisch model. Nou, daar werden mensen toch wel stil van. Ik zeg, nou, wij zijn hier met z'n allen mede verantwoordelijk geweest voor het ontstaan van die maatschappij zoals we deze maatschappij kennen. En we kunnen toch niet zeggen dat alles even goed gelukt is in die maatschappij. Ik denk dat we moeten onderkennen dat er hier en daar toch groepen zijn die minder bedeeld zijn. Dat er hier en daar steken zijn komen te vallen die een grote impact hebben op onze maatschappij. En daar zijn wij zelf als grote multinationals of als in mijn geval reorganisatiemanager debet aan geweest. Nou, dat gesprek heb ik eigenlijk gevoerd met het bedrijfsleven en ze erkenden dat. En het leuke daarvan is eigenlijk bij alle grote bedrijven, alle multinationals of alle corporates, die hebben een hoofdstuk in hun beleid en dat heet maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dus ik vroeg ze daarna, ik zeg, wat doen jullie nu eigenlijk op dat vlak? Ja, ze deden eigenlijk allemaal hetzelfde en waren niet onderscheidend. Dus ik appelleerde aan het feit dat ik vond dat we nu echt impact moesten maken op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat onderscheidt jou ook als ondernemer. Ja. Verdienen en consumeren op een duurzame manier in te richten, dat is nu het succes van Changes. En waar zou een ondernemer die zich ook wil onderscheiden en succesvol wil zijn, met name op moeten letten? Je mag je richten tot de ondernemers die ook naar dit programma kijken. Ja. Nou ja, wat ik belangrijk vind is dat je vooral je eigen ik volgt. Hè? Dus wie ben ik? Wat staat dicht bij mij? Wat maakt me blij? Waar heb ik passie voor? En ik heb daar een woord voor. Een woord wat niet snel gebruikt wordt in onze maatschappij, maar dat is het woord liefde. Doe alles wat je doet met liefde en passie. En dan vind je het namelijk leuk. En dan wordt het van leuk, ga je excelleren. Vanuit die excellentie ga je onderscheiden. En als je onderscheidt, val je op.
En dan kan je ook als zakenmens tot een heel bloeiend bedrijf komen. Dus mijn boodschap is, gebruik liefde, gebruik passie, gebruik geluk en word gelukkig. En dan maak je ook anderen gelukkig. Dankjewel. U keek naar Brasa Talk in deze aflevering, de Brasa Business Award winner van 2017, Ralf Mamadeus. Tot de volgende keer. Dankjewel. Welkom allemaal, eindelijk. We gaan rocken in Amsterdam Zuidoost. Southeast Parade is een feit. De inheemsten zijn er klaar voor. 12 juli, 6 uur, Hoekenrode. Dag iedereen, wij zijn van de Carinas en Loconos van Belmar. 12 juli zijn we ook mee. Heel them softly. Hey, my Guyanese fellows, listen to this. 12th of July, there'll be a Southeast Parade. Be there, it's gonna be boom out. Wow, waka. Brasa Media here, Sonnery James. Full of the man, full of Roy, full of Brasa Media. The best. Peace. My name is Colin Edson, ik ben comedian, ik ben Antilliaan, jullie Curaçao-bemessa en ook trotse Curaçao-naar. Kom langs de kant staan om Zuidoost even een warm-up toe te dragen of beter nog, schrijf je in. Schrijf je in, want je kan ook meedoen. Kom in al jullie veelkleurigheid, in al jullie originaliteit, Zuidoost 12 juli, zorgen we wat erbij.